Goedemorgen, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. De satellietfoto laat weinig te raden over, veel bewolking boven Nederland en we hebben een oostenwind, dus we moeten naar Duitsland kijken, ook daar zit veel bewolking. Gelukkig is de luchtdruk wel aan het stijgen, daardoor wordt de bewolking langzaam wat dunner, dus heel misschien dat vanmiddag af en toe de zon doorbreekt, het zuiden maakt daar de meeste kans op. Vrijwel droog op bevrijdingsdag, alleen in het noorden valt vanochtend hier en daar nog een spatje. Vanmiddag is het ook daar droog. 11 graden in het noorden, rond de 14 graden in de zuidelijke helft van het land. Vanavond winnen de opklaringen vanuit het zuiden langzaam terrein, maar de bewolking houdt nog de overhand, wel droog weer. En dan het weekend, dat ziet er totaal anders uit, veel beter wat mij betreft. Zonnige periode zaterdag, meeste zon in het zuidoosten, daar dan ook de hoogste temperaturen, 20, 21 graden. In het noordwesten en noorden wordt het 15 of 16 graden. Een droge zaterdag, zondag ook nog prima temperaturen, 14 tot 18 graden. Maar daar kan in het zuidoosten wel een enkele bui gaan vallen. En later op de dag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Maandag een spatje en dinsdag temperatuur slechts 11 graden, dus geniet er zaterdag van. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.